Zo. Even instappen hoor. En dan is-ie. We zitten er weer, jongens. Eike met de Worry. Lekker hoor. Helemaal goud, even van mijn oom geweest. De Ferrari. We gaan even een stukje rijden. De muziek mag een beetje zacht, hè. En kort nachtje, we gaan morgen vroeg opruimen, want we moeten allebei vroeg de tuin in. 10 uur gaat chitten beginnen. Ik om 11 uur, want ik moet daarvoor nog een restje van school. Dus een kort productief nachtje. Chit's verjaardag, dus hij gaat een bak vangen. Komt helemaal goed. En, zeker, ik ga zeker een bak vangen. Veel plezier met kijken, doe vast een bruiduimpje omhoog. En jullie zien ons zo. We hebben even een rondje om het water gelopen. Ja, er zaten 2 gasten vissen, maar die blijven tot een uurtje eigenlijk nog. Dus dat komt op zich best uit. We wachten, ze keken ook wel eens de video's, dus sta je eigenlijk altijd op het 1-0 hoor. Even gezegd, praatje gemaakt, water geobserveerd. Het ziet er rustig uit. Ja. Maar wie weet komt het s'nachts. Gaan het zien. Daarom, we gaan de spullen pakken. Het is weer zover. We hebben 2 stekjes, links of rechts. En we lopen allemaal rechts. Dus daar gaan we. Ja, we doen wel runnel in, dat wel, maar. 1 keer, hè? Ja, steentje schuin. Maar jongens, we zaten 8 meter te praten, dus dat was eigenlijk veel te gezellig. Dus ja. Het wordt al een beetje donker, dus moet je even opschieten. Voetbaltje gaat snel weer aan. Accu's erin. Accu's erin. Kabeltjes verbinden. Spuitje olie, schaak even een keertje over. Dat heb Chitten vannacht nog gedaan. Ja, we vissen zoveel dat het niet elke dag nodig is. Dat ding wordt elke dag gebruikt. Als het niet door Chit, dan is het wel door mij of door Daan. Dus dat is wel lachen. Nee. Waar vis ik vandaag mee? Basic as always. Richam rood. En dan 1 XXL tijgernoot. Tijgernootkoop.nl. Top dingen. Dat bakje heb ik nu al een tijdje. En ik van dit erbij. Beetje hennep. En ik doe er eigenlijk een tijdje al mee, samen met Chit. Dus heb je hennep en dan, ja, het is een veel bevist water dit, dus we gaan gewoon vissen voor de die 1 aanbeet. Dit is genoeg, tijgernootje terug erin. En dat gaan we gewoon doen. Gas geven. Ja. Zo, Joost, mijn tweede engel gaat op een Ronnie rig, een Wijnpoor puppy. Met je hem erbij, uitvaren. Ga ik naar dat boompje, achter Chitten. Dus ja, dat komt helemaal goed. Mooi prakkie, we gaan ervoor. Ja, dat is mooi jongens dit. Chit is jarig vandaag natuurlijk. Yes. En ja, wat gingen we eigenlijk eten daardoor? Pizza. En we hadden nog over. Dus morgenochtend is ontbijt. Ja, en zometeen, hè. Zometeen een lekker stukje. En we gaan opwarmen. Holy shit. Maar ja, verder de tactiek. Hoe hebben we het aangepakt? Hoe gaan we de nacht in? Vieze rat lopen, jongen. Hou je van, hè? We gaan de nacht in met een goed gevoel. Het is bijna aan het schemeren en het is wat kouder aan het worden, dus ik ga een truitje aan doen. Ik dacht al, waarom doe je dan je jas uit? En we liggen weer op 2 vertrouwde stekken waar we al een run hebben gehad en 2 nieuwe stekkies. En ja, jongens, het gaat gewoon gebeuren. Wel met veel hennep eromheen, dus braas voor Stijn. Maar je weet, het braas om te stekken is activiteit en dat doe ik de karps weer. Dus waar gaan we voor? Jij mag het zeggen. 30. En we doen run om run. Eerste run wordt dus voor mij. En daarna Chitten en run op mijn engels. Ja, ja. Niet te veel wawa. Wawa. Veel wawa. Zo jongens, dit wordt mijn engel. Zoals je ziet, helemaal vol met hennep. Een enkel tijgernootje, een stuk of 10. En een ronnierig. Die er mooi boven gaat zweven. Ja, dat moet helemaal goed komen. Hij is zijn maat op bezoek gekomen. Ah, dat is mijn broer. Is je brother? Mijn brother. Kemering doet zijn intrede. En is vertrouwen er een beetje? Nou, ik zou je zeggen, ik denk 4 uur s'nachts. Dubbel. Ja, welke Engels? Ja, deze 2. Er staan er allebei kromme toppen, jongen. Zal dik zijn. Dik voor de video. Ja, je zou denken, waar staat dat andere engeltje nou? Nou, kijk eens, die heb ik mooi hier weggestopt. Ik hou er altijd van dat ze niet te veel in het zicht staan. Zeker op zo'n stad, zo'n plek als hier in de stad, hoeft niet iedereen mijn engels te zien. Dus
een beetje wegstoppen, kan altijd. Er zijn natuurlijk maar twee, met drie mag natuurlijk niet. En ja, we gaan het wel zien wat de nacht brengt. Ik ben heel benieuwd. Yo, yo boys. Het is inmiddels 11:30, bijna 11:30. En ja, niet zo heel veel meer gefilmd. Maar we gaan de oogjes toedoen. Toedoen? Toedoen. Dat heb je wel nodig, want je vinkt vinkwallig. Ja, ik ben wel moe vannacht ook gevist. Het is alweer het derde nachtje op rij. Ik ga er vier op rij. We zijn helemaal gek. Fuck school, fuck boeken. Soldaat, soldaat. Nee. Maar ja, lekker joh. We gaan gewoon knallen. Hopelijk 1 of 2 visjes vannacht. Ja. En dan om 19:30 weer opruimen. Bekkertje 19:30. Dan douwen we even een stukje pizza die we nog over hadden in onze mik. Ja, als ontbijt. Dan gooien we de trolley weer vol. En gaan we huiswaarts. De Hyundai aanknallen. Ja. Dan gaan we hem weer. En trappen we hem aan. Maar voor die tijd gaan we natuurlijk een bakkie vangen. Ja, of zitten twee. Er. Oh. Kijk, dit is al eigenlijk een mooi teken. Ja. Het weer valt uit. Jongens, we zien jullie. Laat. Nou jongens, de uiting van de maand. We hadden nog pizza die we over hebben voor morgenochtend als ontbijt. En we zagen ratten lopen. Dus kijk even wat voor constructie ik heb gemaakt. Hij ligt gewoon in de, ja, eigenlijk op de verdieping van mijn brooi. De pizza deze. Dus dat is ja, veilig. Dus die ratten moeten eerst over mij klimmen. Weer ze bij de pizza komen. Dus ik denk dat dat wel goed zit dan. Ja hoor, dan. Ja. Staat hij? Kom het toppen jongens. Echt een gaarse drill ooit. Ik heb de nieuwe hengeltjes. Dat is dan weer mooi. En wat voor hengels heb je? Ik heb nieuwe scoopjes. Heerlijk. 3 OB. Met 10 voet. Maar soms draai ik hem binnen en denk dat het is een brasser. En dan komt er weer een spurt. Heel kort even. Misschien wel een grasser. En dan is weer karper. Ja, hij is wel karper. Dan gaat hij een beetje. Even wennen. Niet zo groot. Nee. We gaan even scheppen. Ah, vis is vis. Derde vis op rij, hè? Lekker hoor. Derde nog, derde vis op rij. Ja jongens, even kijken hoe die gehaakt is. De oude vertrouwen woning. Zie je deze. Ja jongens, daar is die dan. De krijger. Geef hem een kilo of 6. Ja, misschien 6,5. Maar meer wordt het ook niet. Zee, het is aardig moeheid. Ja, ik ben ook echt kapot moe, hè. Derde nacht op rij. Dus kwart over 1 zei je. Derde nacht op rij dat ik vis van. En vannacht ook vroeg te uitgaan. 17:30 op gaan ruimen en daarna heel dag werken. Dus het is ook niet heel gek, maar wel lekker om 3 verschillende wateren. Het begint een beetje op werk te lijken. 3 vissen op rij gevangen. En we filmen voor jullie. Wat dat is een natuurlijk helemaal mooi. Wat een legend. Deze kwam op de Ronnierig. Bakje volgepompt met, wat was het, met hennep van tijgerenhetkoop.nl. Een paar tijgertjes en een beetje gekruste boys. En binnen 2 uurtjes liet je af. Ja. Het was 1 uur. Dat is best wel mooi, hè? Dat is wel dus, lekker. Ja, wat leuk voor chat is, maar minder voor mij. Zo, we hebben gezegd run op run. Dus welke run van mij als er komt, chitten mag de volgende pakken. En ja, het gemiddelde gewicht van dit water ligt hoger dan dit. Dus de kans op een grote, mooie vis voor hem is hoger. Op die scopes, lekker drillen. Ja, dat gun ik hem wel. We mogen gaan, een fotootje en dan mag hij terug naar moeder natuur. En dan gaat hij zijn moeder malen. Lekker. Oude krijgen, punt gaan van wel. Zie je kloten, joh. Terug in moeder natuur. Zo is het. Lekker. Ja, jongens, dat ik uitermate handig om het TV-fish team handdoekje te gebruiken. Bij vieze natte handen van een vis. Ideaal, lekker mooi klein formaat en zacht van stof. Binnenkort op de webshop. Stil zijn achterrig waar ik hem weer pakte. 70 gram roodje. Ondereindje van een centimeter of 17. En dan daar zo een running rig, rolling per puppy. En dan natuurlijk met het PVA schermpje op de haak om te zorgen dat er geen grondwier of afval op de haakpunt komt. Heel simpel en dan ja, eigenlijk vooral met hen provist. Dus ik ga zo de boot erbij pakken. Zo jongens, ik heb mijn plicht weer gedaan. Als een echte soldaat heb ik weer teruggevaren. Ondanks dat nu Chits beurt is. Dus ligt weer perfect op het plekje. De Ronnie rig. Maar het is eigenlijk wel lekker joh. Opeens merk ik dat het gewoon goed gaan waaien is. En ja, opeens kwam die aanbeet. Zo'n weersomslag s'nachts kan ook echt tijdens een warme zomerdag zoals van dit was, kan het echt ideaal zijn. Dan krijg je opeens runs. Dus ik verwacht ook gewoon dat er nog wel eentje gaat komen binnen de aankomende paar uur. Als het door blijft met waaien. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Ik ga terug mijn nest in. En
Ja, dan zie je ons zo natuurlijk weer met een kromme stok. Ciao. Nou, we zijn weer aan de opruimings. Het is vroeg. 6:30. We moeten zo aan de arbeid. We hebben eigenlijk alleen die karpen. En daarnet ging een week op morning al. Die hangt er eigenlijk nog aan. Dus dan weten jullie misschien wel hoe oud het al is. Even kijken. Kijk, een dream. Op de Ronnie. Drama. Maar goed. Het is een beetje zacht, dus ik zal niet te veel tegen hem zeggen. Adios. Zo, de hengeltje zonder vertrouwen. En de tieners gaat alweer weg. Snel opgeruimd, 20 minuutjes. En ja, we gaan nu aan de arbeid. Dus. Dat betekent het einde van de video. Ik vond hem leuk. Bel duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Volgende week dinsdag weer een nieuwe video. En dan zou ik zeggen, later. Die rijdt Laatste. Ja, jongens, het is inmiddels 10:15. 7:12. Zijn we tijden. Drie kwartier na het wakker worden zie je alweer een auto. Dat is al strijden. Dat is toch wel strijden, vind ik. Helaas, met één visje maar.